Bij een filmpremière hoort een rode loper. En die was er dan ook bij de eerste vertoning van de film HD 2424 in een volle feesttent. In april heeft een grote groep filmmakers een dag lang het gewone leven in Heeswijk-Dinter gevolgd. Uit al het filmmateriaal is een productie van 40 minuten gemaakt. Veel herkenbare momenten met gewone mensen in hun dagelijks leven. Dat is er in de film te zien. De hoofdrolspelers konden bij de première hun ervaringen nog eens toelichten. En toen de film was afgelopen, was het meteen druk bij de verkoopstand. Daar was namelijk de DVD met bijbehorend boek te koop, waar veel mensen al een bestelling voor hadden geplaatst.